Daar zijn we weer in Rotterdam. En als je denkt, hey, dit shot komt me wel heel bekend voor. Dat klopt. Een aantal weken geleden was ik hier ook al. Als Amsterdammer kom ik niet zo graag in Rotterdam. Toen voor de producers tour van Call of Juarez, De Cartel. Een nieuwe shooter van Ubisoft. Nu hebben ze weer een producers tour van Ubisoft. Alleen deze keer om een nieuwe strategy game. Namelijk een nieuw deel in de Anno-serie. Anno 2070 speelt zich af in de nabije toekomst, dus het is niet all-out science fiction. Het is een toekomst die misschien zou kunnen zijn. Het heeft wel een beetje sci-fi-achtige dingetjes, zoals vliegende auto's en een soort van kleine spaceshipjes en robots. Maar het is altijd wel een beetje grounded in reality, voor zover mogelijk. We hebben nu twee facties gezien en die gaan op een totaal verschillende manier om met de aarde. Aan de ene kant hadden we de tycoons, die gaan voor het geld, die gaan voor efficiëntie en die maken zich niet zo druk om de natuur en het milieu. We zagen olievelden, fabrieken, vrij grote productielijnen, varkens in kleine hokjes die snel tot vlees werden vermalen, kroppen sla die automatisch door robots werden geharvest. Aan de andere kant heb je de eco-factie en dat is een veel groenere factie. Die zijn veel meer bezig met het milieu, bij een soort esoterische, utopische samenleving met hele mooie glimmende wolkenkrabbers en flatgebouwen, maar ook heel veel aandacht voor het milieu. De makers wilden absoluut niet belerend overkomen. Hè. They don't want to be teachy, zeiden ze. Het is dus niet zo dat de ene factie beter is dan de andere factie. Beide partijen hebben goede en slechte punten. Bijvoorbeeld als je met de eco speelt, dan zul je vooral windmills gaan bouwen, maar die kost heel veel ruimte. Dus daar moet je toch ook bomen voor kappen. Ze hebben dan wel weer een tree nurse en een tree hugger, dus daar is wel voor geregeld. Maar toch, een windmill kost veel ruimte en is ook veel duurder dan bijvoorbeeld de energiebronnen van de tycoons, die zich toch veel meer op olie, gas en kolen en dergelijke richten. Ander ding is, de tycoons die kunnen wel vrij snel energiebronnen produceren, maar die vervuilen ook veel sneller, waardoor er veel sneller rampen ontstaan. Bijvoorbeeld een olieplatform of een gasplatform kan ontploffen, waardoor we bijvoorbeeld een olievlek in de zee krijgen. Nou, dan moet je dat weer gaan repareren of je moet die olie weer weg gaan scheppen. Dat kost ook weer tijd en geld. Dus je moet wel van beide kanten proberen alles een beetje in balans te houden. Zoals wellicht bekend uit de Anno-reeks heb je ook zogenaamde third-party partijen waarmee je zaken kunt doen. Zo zagen we een soort Waterworld-achtig schip waarin de black market plaatsvindt. Daar kun je booze, wapens, extra vlees, extra energiebonnen verkrijgen. Kost natuurlijk een paar duiten, maar dan heb je wel snel producten die je zelf dan niet hoeft te verbouwen. Er werd ook gezegd dat de piraten hun intrede doen, dus je kan je zo voorstellen dat die de havens gaan aanvallen. Ander leuk onderdeel vond ik de zogenaamde media towers. Zowel bij de tycoons als bij de eco's zag je van die enorme palen en gebouwen met enorme grote schermen. Nou, daar kun je al nagelang je bevolkingsstaat van happiness kun je verschillende boodschappen op projecteren. Dus als je bevolking een beetje down is, ze zijn een beetje aan het morren over belasting, dan zorg je dat je een bepaald filmpje daarop afspeelt, dan worden ze weer blij en dan gaan ze belasting betalen. Anno 2070. The best way to predict the future is to create it. It's taken place in the near future and we have new exciting factions that you can choose from. Edgy characters, everything is new. De Anno-serie heeft zich de laatste jaren wel bewezen door degelijke kwaliteit, echt Duitse degelijkheid. Maar het had ook wel een beetje vernieuwing nodig. De serie zat een beetje in het slop. Je deed eigenlijk voortdurend hetzelfde. Met je bootje varen naar een eiland, dan een langzame nederzetting bouwen en dan langzaam uitbouwen tot een stad. Ja, en deze nieuwe nabije toekomst take, die zag ik helemaal niet aankomen. Dus dat is al heel verrassend. Daarnaast hebben ze een nieuwe engine die zorgt dat het op de PC echt fantastisch uitziet. Maar vooral de combinatie van milieu en daar een beetje de balans in zoeken en de verschillende facties zorgt toch wel voor een nieuwe frisse gameplay. En daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Anno 2070 ligt deze winter in de winkels voor PC. En nou ga ik even wat drinken scoren, want ik heb een droge bek gekregen van al het gauwhoer.